De afgelopen week hebben jullie op rtlgp.nl kunnen stemmen op de Eru Prestige Cup. Wie is de grootste Dakar-legende van Nederland? Vandaag gaan we hem uitreiken bij Bob den Arkel. Hey Bob. Goedemiddag, hoe is het? Dat is lang geleden. Ja, dat dacht ik. Ja. Bob, 26 jaar geleden deed jij voor het eerst mee aan de Dakar Rally. 1992, toen was het volgens mij nog met een kompas. Ja, dat klopt, ja. Met een kompas. Ja. Ja, dat was heel anders dan nu. Ja, dat is heel wat anders, ja. Had ik er nog één naast, met een handkompasje erbij. Met een Suzuki'tje. Nee, de Hatsu'tje. De Hatsu Verrosa. Allereerste keer aan de Hatsu Verrosa. Nooit om te vergeten, zo'n auto. En die had je gewoon zelf omgebouwd, opgebouwd? Dat had ik met Van Eyck toen samen opgebouwd. Helemaal klaargemaakt, kreeg van de fabriek. Kreeg een fabrieksmotortje, want er zat natuurlijk niet zoveel vermogen in. Dus nou, een fabrieksmotortje en voor de rest heb ik de hele auto zelf opgebouwd. En dat was het grote avontuur? Dat was echt een avontuur. Ik heb nog nooit zoveel gegraven als toen. Maar niet omdat we vast zaten. En waarom wel? Versnellingsbakken was het probleem. Dus er werd verschillende keer met de versnellingsbak eronder uitgehaald. Oh, je had iedereen eigenlijk te veel vermogen. Het bak ging stuk. Ja, het bak ging kapot. En dat is ook op een gegeven moment de reden geweest waarom ze uit zagen vallen. De ene laatste dag of zo. Oh, dat is wel triest. Ja, dat was echt triest. Ja. Als je al die jaren terug, je hebt 14 keer meegedaan, wat was je mooiste herinnering? Dat was dat 94 tiende plaats met een privéauto tussen de fabrieksjongens in. Dat vond ik wel. Ja, dat was natuurlijk mooi. En dat hebben we een keer 98 weer gedaan met een auto van Geco. Dus dat zijn wel de mooiste Dakars. En nee, voor de rest natuurlijk een super Dakar gehad met meneer Vaanholt. Dat is ook wel heel apart. Wat was daar apart aan? Ja, Herman die heeft twee linkshand. Maar die goed kan navigeren. Dat is heel apart. Die zat appjes te versturen, die zijn bijna de krant te lezen, die deed van alles. Maar die was aan het navigeren. En je reed ook niet verkeerd? Nou, reed niet verkeerd. Maar twee linkerhanden, op een gegeven moment hadden we een lekker band. En dat is wel leuk. Toen zegt hij tegen hem, welke band moet ik hebben, links of rechts? Dat maakt dat wat uit. Want er stonden twee reserves achterin, hè. Ja, dat is misschien één voor voor en één voor achter. Weet jij veel? Nee, ja. Nee, maar dat. Maar dat zulke dingen kreeg je altijd van Herman. Maar dat was wel was heel apart. Het meedoen is één, maar voor jou was ook de preparatie van de auto, dat was ook wel mooi. Ja, vooral omdat wij hier, bij Betier, alles in huis gedaan. En dat, dus de auto ken je van voor tot achter, van boven naar onder. Je wist precies hoe het ding in elkaar zat. En wat je natuurlijk, en je leert in het jaar weer. Hè. Dus de volgende auto werd weer beter. En de volgende auto werd weer beter. Ja, tot op een gegeven moment dat we zover waren, of dat ik zover was, dat ik bij Dakarsport terecht ben gekomen en toen was de auto helemaal klaar. Hé, hey, lekker hè? Dat was wel lekker, ja. En dan had je een supergoeie team daar staan met Rijpma. Ja. Ja. En hoefde je alleen maar te rijden? Hoefde alleen maar te rijden, ja. En dan had je wel een monteur met twee linkerhanden, of dat weer niet? Nou, die Rijpma die kon nog wel wat, maar. Die Rijpma is niet echt. Die heb ik ook mee gereden, namelijk. Ja. Maar die heeft geen twee. Nee, die heeft ook wel. Maar die heeft ook wel kijk op auto's. Die heeft meer kijk op een Herman. Wat is voor jou het mooie van die rally? Wat het mooie van de. Als je Dakar rijdt, in zeker Afrika, ben je één met je auto, met de natuur. Je bent helemaal op jezelf aangewezen. En dat was altijd de uitdaging. Want onderweg, ik had geen servicewagen erachter. Dus je was altijd met z'n tweeën om het op te lossen. En dat was voor mij een grote uitdaging. En dus ben je dan ook extra trots op zo'n beeldje? Kijk, hij heeft heel veel van die beeldjes gewonnen dat hij hem uitgereden heeft en dat hij in de top 10 gereden heeft. Ben je dan extra trots? Ja, daar krijg je echt voldoening van. Want dan denk je van, het is toch weer gelukt. We hebben toch weer geflikt. En zeker als je weet, en dan weet jij beter als ik wat de budgetten zijn die sommigen hebben. En dan kom jij als, zeg maar gewoon even boerenkinkel uit de Achterhoek, kom je eraan. Want zo is het gewoon. Is dit al de Achterhoek waar we zijn? Ja, dit is de Achterhoek. Oh, okay. Dus hè, dan kom je als boerenkinkel uit de Achterhoek en je. Ja, je komt toch aan de finish met die auto. Ja. Die je zelf helemaal klaar hebt gemaakt. Ja, dan moet ik één ding toch wel even aantippen. En dat vind jij misschien niet zo leuk. Maar de vrachtwagen was geen succes, Bob. Ja, de eerste jaar wel. Dat staat er ook in. Het vrachtwagen, het serviceklassement gewonnen. Ja, maar dat tweede jaar niet. Het tweede jaar niet. En het derde jaar ook niet. Nee. Nee, dat was geen succes. Het huwelijk tussen Bob en de vrachtauto's, dat was niet zo gelukkig als Bob. Nee. En de. Nee, dat klopt. Alleen net wat ik zeg, het eerste jaar dat ging goed. Er waren ook twee vreemden naast me zitten en dat ging wel goed. En het tweede en derde jaar ging niet goed. Jij bent één van de Dakar Legends. Winnaar van de Eru Prestige Cup.
Gefeliciteerd. Ja, dank je. Leuk. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eru Prestige. Kaas voor kerels.